Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag, jongens en meisjes, speel ik samen met jullie een Minecraft Zombie Apocalypse map. Het is een map die eigenlijk in de band staat van het verhaal dat deze stad eigenlijk een soort van overheerst is door een virus. En dat virus heeft eigenlijk alle mensen die nog in deze stad woonden omgetoverd tot vleesetende moordmachines. Ook wel zombies genoemd. Die map ga ik vandaag spelen. Er staat hier going down the ladder. Dus we moeten de ladder pakken en we moeten naar beneden gaan. Jongens, doe natuurlijk vast even een dikke vette like op deze video. Dat zou super nice zijn. Er staat hier, levers kunnen gebruikt worden om redstone lampen mee aan te zetten. Dus dat betekent dat je dan overduidelijk zeg maar wat belichting hebt. Is natuurlijk wel fijn als je bijvoorbeeld ergens onder de grond zit. Of waar je dan ook zou kunnen uitkomen. Ik moet wel even kijken of ik niet op, ja dat dacht ik ook. Maar natuurlijk niet op peaceful staan, want anders kunnen er geen zombies spannen. Higher ground means you can see around, use it to plan. Oké, dus zeg maar als we op een hoger gedeelte terechtkomen en we zien bijvoorbeeld ladders. Dan kunnen we zeg maar de area een beetje goed bekijken, dus dat is ook wel fijn. Welcome to Greenport. Jij bent ervoor gekozen om de mensheid te redden. Ook al moet je wel goed uitkijken voor de nacht, want in de nacht komen dan natuurlijk een hele hoop zombies. Nou, ga naar buiten en vecht de zombies met de juiste tactieken. Kijk goed in huizen, in supermarkten en alles wat je kunt vinden om mee te overleven. Blijf veilig en zorg ervoor dat je blijft jagen op een goede manier. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Hier is zo'n basic gear. Oké. Nice, nice. We hebben wat basic gear gekregen. We hebben een honkbalknuppel gekregen. We hebben wat te eten gekregen. We hebben wat armor gekregen. Ik zie hier dat we een aantal arrows hebben gekregen. Ik zie alleen dat we niet heel erg veel aan die arrows hebben. Want we hebben trouwens 3 zwaarden. Dat is wel veel, maar misschien dat we ze goed kunnen gebruiken. Want we moeten denk ik heel wat kunnen gaan vechten. Be warned, this gear is very weak and won't do well. Met andere woorden, wees voorzichtig. Want deze gear is niet zo heel erg goed. En het zal je niet echt op weg helpen. Maar ja, een beetje. The world is yours. Oké. Okay. Nou, we moeten spullen verzamelen uit huizen, uit supermarkten. En we moeten proberen op die manier te overleven. Dus we doen de deur open. En we zijn officieel in de buitenwereld van deze map. Cool, we moeten gewoon overleven. Proberen niet dood te gaan. Klinkt misschien heel makkelijk, maar het zal waarschijnlijk wel wat moeilijker zijn dan jullie denken. Laten we beginnen met het inbreken in dit huis. Even kijken. Ik zie hier al gelijk een aantal bols. Dat zijn dus in dit geval zeg maar lege blikken. Ik zie hier wat rauw vlees, oftewel spare ribs. Yes, eindelijk. Nee hoor, maar dat is wel chill. Een aantal flower pots, ook al weet ik niet zo goed wat ik daarmee moet. Ik zie hier een hendel. Daarmee kunnen wij de koelkast openmaken, denk ik. Ook al denk ik niet dat we daar heel veel aan hebben. De kelder, oh my god, is dat een zombie? Ja, dat is een zombie. Oh my god, ze zien er fucking creepy uit in de texture pack. Oké, wat heb ik van ze gekregen? Ik heb 2 rotten flesh gekregen en ik heb nog iets anders gekregen, geloof ik. Oké, we gaan even alles looten, jongens. Want ik bedoel, alles wat we kunnen vinden is mooi meegenomen. Ik heb hier 2 rauwe pork chop. Ik heb hier een aantal oak saplings. Ik heb hier een wooden axe gekregen en ik heb nog wat meer oak saplings. Wat wij dus moeten doen, jongens, is eigenlijk heel simpel. We moeten proberen niet dood te gaan. Ik heb een bone gekregen, wat in deze texture pack een fucking tas is. En ik heb chain boots gekregen. Dus dat is wel handig om even aan te doen. Ik zie trouwens dat ik mijn armor sowieso nog niet aan had. Dus dat doe ik even. Het lijkt me sowieso in het echte leven ook best wel eng dat je op een dag wakker kunt worden. En dat in één keer, oh my god jongens, oké, dit wordt een beetje fokt op. Dit wordt een beetje fokt op. Dit wordt een beetje fokt op. Oké, het is ook bijna nacht of niet? Ik denk dat het bijna nacht geworden is. Dat het daarom ook een beetje druk wordt. Oké, we kunnen beter nu snel weer naar buiten gaan, jongens. Ja, het is inderdaad nacht. Oké, dat is op zich niet heel erg. Eigenlijk is het wel erg, maar ja, maakt niet uit. Dit is de safe house. Dat is dus eigenlijk de plek waar wij naartoe kunnen, willen we onszelf veilig kunnen stellen. Dit ziet eruit als een garage van iemand. Dus laten we even naar binnen lopen. Oh my god, jongens. Oh my god, mini zombies. Oh my lord. De zombie apocalypse is officieel begonnen, jongens. De zombie apocalypse is officieel begonnen. Wat zit hierin? We nemen alles mee. Ik zie hier knoflook. Ik zie hier wat brood. Super chill. We nemen alles mee. Even boven kijken of we daar misschien nog wat over het hoofd hebben gezien. Want we hebben elk klein beetje nodig. Even kijken, wat zit hierin? Oké, nice. Nemen we ook allemaal mee. We kunnen op zich, ja, wel gewoon een huisje claimen misschien. Zeg maar, we hebben natuurlijk al een safe house. Maar dan hebben we er nog één. Oké, ik moet even uitkijken. Wacht even, laat me even iets doen. Laat me heel even keep inventory aanzetten. Dat als ik doodga, dat ik niet al mijn spullen kwijt ben. Keep inventory true. Oh nee, wat is het ook alweer? Oh nee, kut. Oh shit, ik ga nu echt bijna dood. Oké, wacht, laat me eerst even ergens naar binnen gaan. Dit is niet de safe house. Waar is de safe house? Waar is de freaking safe house? Oh my god, jongens, ik heb nog maar een half hartje over. Ik moet de safe house vinden. Is dit een safe house? Ja, dit is de safe house. Hier kunnen ze niet binnenkomen. Oké, daar gaan we. Game rule, keep inventory true. Ja, nice. Oké, dus nu houden we in ieder geval onze spullen wanneer we doodgaan. Oké, cool. Het is overduidelijk dat er buiten een hele hoop zombies rondlopen. Dus nu we hier binnen zijn, kunnen we dat beter even benutten door even wat te gaan eten. Oh, furnaces kunnen ook loot hebben. Dus dat betekent, kijk, bijvoorbeeld hier, kool zie ik hierin zitten. Oh, hier is ook weer kool. Neem we allemaal mee, jongens. Het is misschien een beetje raar dat ik dat allemaal aan het meenemen ben, maar
elk klein beetje kunnen gebruiken. Ik bedoel, we zitten wel in een echte zombie-apocalypse. Dus we moeten daar een beetje rekening mee houden. Is er misschien een bed hier? Ja, er is hier een bed. Ik ga één bed meenemen en in dat andere bed ga ik liggen. Wat op dit moment daarentegen niet mogelijk is. Want het is namelijk fucking druk buiten als het gaat om zombies. Dus wat we gaan doen is, we gaan weer snel naar buiten toe. Met het idee dat dat waarschijnlijk niet heel erg veilig gaat zijn. Maar we're just going to do this, man. We haven't another choice. Dat is echt het slechtste Engels wat ik had kunnen zeggen. We hebben geen andere keuze. Ik hou het lekker Nederlands, jongens. We zijn op het dak. We kunnen anders wel even zo'n heel hoog gebouw gaan onderzoeken. Maar ik denk dat daar zeg maar wel de wat gevaarlijkere zombies zitten. We hebben in ieder geval loot, jongens. Daar moeten we blij mee zijn. Zouden we hier kunnen slapen? Ja, we kunnen gewoon op het dak gaan slapen, jongens. Lekker buiten, lekker frisse lucht. Heerlijk. We doen het gewoon. That's how we roll, bitch. Oké, cool. Kijk, het is weer nacht. We nemen ons bed weer mee. Dat betekent dat het nu waarschijnlijk weer wat rustiger gaat worden. Oké, ik ga heel even kijken of ik dit dak op kan komen. Nee, dat gaat niet lukken. Oké. Geen stress. Kunnen we misschien binnenglippen? Ja, we kunnen wel binnenglippen. Dit lijkt op een soort van oud appartement, I guess. Oeh, een kist. Kijk. Oeh, een stone sword. Oké, die kan ik inderdaad beter gebruiken. Een bow is ook heel erg handig, want we hebben namelijk ook een aantal arrows. Brood en knoflook. Nice. Oftewel, een wortel. Maar ja, maakt niet uit verder. Cool, we gaan weer... Oh my god, oké. Ik heb gelukkig nu wel een stone sword. Dat is een stuk beter. Oftewel, een honkbalknuppel met spijkers erdoorheen. Oké, we gaan deze ramen kapot maken en we gaan naar buiten toe. Dit is wel echt een gruwelijke map. Ik ga niet voor jullie liegen. Het doet mij echt een beetje het gevoel geven dat ik in een echte zombie-apocalypse beland ben. Dus ik vind het wel cool. Even kijken, ik zie er daar ook weer een. Ga dood. Vieze, rot, zombies. Vieze, motherfuckers. Zo, nice. Oké. Ik moet een pickaxe hebben. That's what I need. Een pickaxe. Als ik een pickaxe heb, dan kan ik ook even, zeg maar, bepaalde dingen kapot maken. Zoals steen. Want ja, je weet maar nooit wat dat, zeg maar, achter zich kan hebben. Je weet toch? Dus dat is op zich wel handig. Oké, cool. Even kijken. Wat staat hier? Jason left with Grant Meat. Wat? Wat is dit? Is dit een supermarkt? Even kijken. Mealbrack Community. Oh, een schaap. Is ook handig om even dood te maken misschien. Ja, kijk. Nice. Gratis vlees. Nooit verkeerd. Hier zijn we geloof ik al geweest. Oké, we gaan gewoon even wat meer de stad in. We trekken even de stad in om te kijken of we misschien een supermarkt kunnen vinden of iets. Ik zie daar wel een hele enge vlag voor de deur hangen. Ik weet niet wat daar gaande is, maar holy shit, jongens. Zijn we hier al geweest? Nee. Een hele hoop bos, rauw vlees en nog meer bos. Alles meenemen, jongens. Take everything you need. Alles pakken wat je nodig hebt. Als je dat niet doet in een zombie-apocalypse, ik bedoel, dan ben je fucked. Oh, wat heb ik hier gevonden? Wow, dit lijkt wel een beetje op een geheime kelder. Wow, subway. Oh, dat is de metro. Tickets. Dus ga ik het meenemen, papier? Ik neem alleen de button mee. Gewoon voor als ik misschien ergens naar binnen moet komen. Maar papier. Papier hier. Ik weet echt niet wat ik daarmee moet. Oké, we gaan even naar binnen. Heb ik nog wat eten? Wat gekookt eten misschien? Ik heb wel brood, toch? Ja, ik heb twee broodjes. Oké, nou, dan choppen we die brood wel even. Chop die brood. Let's go. Chop, 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 chop. En nog eentje heb ik nog steeds niet genoeg gegeten. Dus ik eet nog even wat worteltjes. Oftewel, wat, hoe noemen we dat ook weer? Knoflook. Ja, het heeft de uitstraling van knoflook, maar het zijn worteltjes. Oké. Even kijken. Oké, op zich, het lukt nog. Het lukt nog redelijk. Wat staat hier? Oh, hier is iemand overleden. Gaan we het gewoon opgraven? Misschien ligt hij hier nog. Gaan we de kist open doen? Oh my god. Allemaal botten. En zijn hoofd. Dit is zeg maar zijn like. Dit moet zeg maar zijn like voorstellen. Oh my god, jongens. Wat zijn wij een stel idioten. Nou ja, oké, maakt verder niet uit. I guess we need it, man. I guess we need it. Oké, we gaan even naar... We gaan even wat verder de stad in. Want we zijn nu namelijk een beetje in het begin van de stad. Wat is dat daar? Is dat een benzinestation? Of zijn we daar al geweest? Zijn we denk ik al geweest. Oké, wat staat hier? Mealbrack Community. Daar zijn we ook al geweest. Weet je wat we gaan doen? We klimmen het hek over. Zo. En dan gaan we even naar die grote gebouwen toe. Ik denk namelijk dat als we in die grote gebouwen gaan kijken, dat we dan wel wat zeldzamere dingen kunnen vinden. Dit is een business. Een soort van een zaak, zeg maar. Een bedrijf. Oké, hoe gaan we hier boven komen? We kunnen op zich helemaal naar boven toe klimmen. We're just going to do it, man. We're just going to do it. Oh, gaat het lukken zo? Ja, lukt prima. Oké, jongens en meisjes, als er ooit een zombie-apocalypse uitbreekt, dan ben ik in ieder geval een beetje voorbereid nu ik dit heb gespeeld in Minecraft. Holy freaking moly. De hele stad is gewoon, niemand is meer in leven. Ik ben gewoon de enige overlevende. Het is best wel een eng idee, zeg maar. Oké, we breken even in, jongens. We breken even in. Zo, nice. We zijn binnen. Oké, zijn hier toevallig wat kisten? Ga ik gewoon... Nice. Ga ik gewoon proberen op het hoogste punt te komen? Ja, dat kan niet. Ik heb niet echt blokken en zo, zeg maar. Oh, kut. Ik moet uitkijken dat hij niet helemaal naar beneden valt. Dan ben ik waarschijnlijk keihard dood als ik dat doe. Even kijken. Wat zijn dit? Het zijn allemaal lampen en zo. Ik denk niet echt dat ik wat ga kunnen vinden, jongens. Misschien moeten we niet in die hoge gebouwen kijken. Maar moeten we dat even voor later overlaten. Wanneer we, zeg maar, zelf ook wat beter verdedigd zijn en zo. Ik zie hier wel een kist liggen. Wat zit er in deze kist? Even kijken. Oh, nice. Rapport chop. Oké, wat we misschien even moeten doen is we moeten misschien even al ons eten in een furnace gooien. Nighttime isn't safe. Er staat hier op een bordje geschreven dat het 's nachts niet veilig is. Even kijken. Oh, nice. Hier is een winkelcentrum in de buurt.
Oh, dat is het winkelcentrum. Oké, cool. Let's go. Go around. Dead inside. Oh, shit. Voor de mensen die niet weten wat dat betekent. Dat betekent dat er doden hier binnen zijn. Maar we zijn toch naar binnen gegaan. Wat staat er op die bordjes? Survivor shelter. Free bed and food. Waar? Waar? Er is schijnbaar ergens een... Oh my god, jongens. Dat hoofd ziet er fucking disturbing uit. Wat zit erin? Arrows. Hoeveel arrows hebben we al? We hebben in totaal al 13 arrows. Oké, dus we kunnen op zich wel een beetje schieten wanneer het nodig is. Oh shit, daar is zo'n zombie spannen, jongens. Daar komen ze allemaal vandaan. Oké, dus we moeten die proberen te vermijden. Allemaal hoofden. Allemaal freaking hoofden. Dit was ooit een winkelcentrum. Moet je nagaan wat er allemaal mee gebeurd is. Wow. Een kompas. Een shears. Een boek. Een brick. Een vissenhengel. Nice, ook heel handig. Allemaal dingetjes die we in een echte zombie apocalypse pretty good kunnen gebruiken, zeg maar. Dat is wel even een feit. Oké, cool. Ja, weet je wat het is? Ik ben eigenlijk even aan het... Oh, kijk, daar is een brug. Daar is een brug. Gaan we naar de brug toe? We gaan naar de brug toe. Maar hoe komen we daar overheen? Weet je wat wij even gaan doen? Dus we gaan even wat hout hakken. En dan gaan we even een pickaxe voor onszelf maken. En dan gaan we even naar die brug toe. Want ik heb het idee dat we daar misschien wel wat kunnen vinden. Ik denk niet dat we over de brug heen kunnen. Maar misschien kunnen we wel iets vinden wat we eventueel zouden kunnen gebruiken. Je weet het natuurlijk maar nooit. We kunnen beter het zekere voor het onzekere nemen. Daar komen we dan niks zien. In plaats van dat we er niet naartoe waren gegaan. En dan misschien wat over het hoofd hebben gezien. Oké, nice. Ik maak heel even snel een workbench. Zo. Maak ik heel even snel wat sticks. Zo. Deze die zet ik hier neer, die workbench. Nice. En dan maak ik voor mezelf heel even snel een pickaxe. Pickaxe ziet er heel erg raar uit, maar oké. Is niet erg. Hoppakeetje. En hoppakee. Kijk. Oh, de brug is niet betreedbaar. Maar er is daar wel een schip. Dit is trouwens dezelfde map die ik een tijdje gebruikt heb voor een roleplay serie. Maar ik heb toen nog lang niet alles gezien. Want toen was ik namelijk helemaal niet bezig met echt proberen te overleven natuurlijk. Maar dit is nu zeg maar echt survival. Tenminste, echt survival. We doen ons best om niet dood te gaan in ieder geval. Zullen we daar gewoon eens even naartoe lopen? Even kijken wat er gaande is. Misschien is het wel wat leuks te vinden of zo. I don't know. Let's jump down. YOLO boys. Tak. Ik denk eerlijk gezegd... Oeh, kijk, we kunnen wel naar boven klimmen daar. Heb ik nog wat eten bij me misschien? Iets wat ik kan eten? Ja, ik heb alleen een worteltje bij me, jongens. Dat is wel een interessante map, als ik eerlijk mag zijn. Vooral omdat je namelijk niet weet waar ze verstopt zitten. Vooral s'nachts moet je heel erg goed uitkijken in deze map. Want dan zijn ze namelijk letterlijk overal. Dan ben je echt wel een beetje de lul als je een beetje zo... Ja, rondloopt, zeg maar. Dus you have to be very careful. Maar het is wel cool. Hey, een big, jongens. Kijk eens aan. Dat kunnen we natuurlijk goed gebruiken in de zombie-apocalypse. Het spijt me, meneer de big, maar you have to die today. En een schaap, die gaan we ook even meenemen. Maar wat ik raar vind... Oh, met dat gedeelte van de map zijn ze waarschijnlijk nog bezig. Oké, dan. Dat verklaart het. Ja, ik vond het in ieder geval een interessante map. Heeft mij een beetje het gevoel gegeven hoe het zou zijn als ik in het echte leven in een zombie-apocalypse zou moeten overleven. Al denk ik dat dat echt wel een stukje enger is dan hier in Minecraft. Vond je dat nou een leuke video? Oh, wat staat daar? Wacht even, voordat ik ga afsluiten. Hop, even naar beneden. Nice. Dit ziet er namelijk uit als een soort van mysterieus kamertje waar best wel iets zou kunnen zijn. Oh, nice. Een mooie helm. Oké, ik neem er één mee. Stel voor, er zijn meer mensen die ooit hier komen en die iets nodig hebben, dan kunnen ze dat meenemen. Nevertheless, vond je dit een leuke, spannende video? Vergeet dan zeker niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Shout-out naar heel Team Dutch Youtubers. Shout-out naar elke kijker die mij support. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.